Welkom bij de live talkshow vanuit MNL 13, het zakenfestival Midden-Nederland uit Amersfoort. Het eerste open source festival. Dat betekent dat de deelnemers en de sprekers gezamenlijk dit ding maken. MNL staat voor verwondering, verbinding, innovatie. En de thema's van vandaag zijn zorg, voeding en wetenschap. En vandaag aan tafel hebben we Dirk Kaan van Blueways. Dirk, welkom. Dank. Blue Zones gaan we het over hebben. Wat zijn dat precies? Blue Zones, ja, dat zijn plekken op aarde, dat zijn er vijf, waar mensen ouder worden, gezonder, vitaler zijn, gelukkiger zijn. Dus, en dat interesseert mij, waarom is dat op die plekken? En daar is onderzoek naar gedaan en daar ga ik het een en ander over vertellen. Oké, is dit een Blue Zone? Hè? We zijn hier het middelpunt van Nederland. Nee, dit is geen Blue Zone. We hebben wel wat eigenschappen van Blue Zones, maar, een stuk of 9 in totaal heb je er nodig om, om ouder te worden en vitaler te zijn. Dus nee, we hebben als Amersfoort en als middelpunt hier nog iets te doen. Oké, wat defineert een Blue Zone? Wat gebeurt daar? Wat is daar? Een van de dingen, en die hebben wij hier niet, het is wel het klimaat. Dat speelt mee. Ja. Dus het zijn allemaal streken die in de gemiddelde klimaten leven. Dus ze hebben ook meerdere oogseizoenen per jaar. Dus dat is in ons klimaat wat lastiger. Dus dat is iets. En het zijn een paar dingen die van belang zijn. Eén is natuurlijk zorg dat je in je dagelijkse omgeving een beetje beweging hebt. Geen marathons, geen sportschool, maar gewoon een natuurlijke beweging hebben. Dus dat is iets wat ook... We lopen naar school of naar het werk. Naar het werk, dat is... En wat daarbij hoort, is wat heel opvallend is dat iedereen weet wel, die beweging en de goede dingen eten. Maar dat wat voor het geluk en voor ouder worden heel erg essentieel is dat je onderdeel bent van iets groters dan jezelf. Dus wij leven in een erge tijd van... Wie ben ik? Op zich hele goede vragen, maar waar hoor ik bij? Ja. Het blijkt dat daar heel veel mensen zijn die allemaal een geloof aanhangen. En dan niet, dat hoeft niet allemaal heel religieus, maar het kan ook een filosofie zijn waar je bij thuis voelt. Een groter geheel. Een groter, onderdeel zijn van iets groots. En dat geldt zowel voor die familiebanden, als je trouw bent aan je levenspartner, statistisch gezien. Ja, 3 jaar extra. Brommel ik hem even in. Dan zit ik goed. Ja. Hoe ben je daar opgekomen of achtergekomen? Wat is er gebeurd dat je daar naar op zoek ging? Ik was ooit een sportief afgetraind mannetje. Andere sociale context, jaren later was ik opeens 106 kilo. Mijn moeder overleed na een slepende ziekte. Mijn vader ging nog enkele jaren alleen door en overleed ook. En dan sta je opeens als... Eind dertiger, alleen ervoor. Je bent geen kind meer dan. Je bent wees, maar je denkt ook, ik ga ook oud worden. Hoe ga ik oud worden? Als ik 106 kilo weeg, gaat dat... En als ik mijn ouders gezien heb, met de aftakeling, kan je beter zeg maar fit de aftakeling ingaan. Toen ben ik gaan onderzoeken, hoe ga ik zorgen dat ik zelf fit word? Ja. En dat heb ik op een manier gedaan, dat ik geen alcohol, veel sporten, geen koffie. En dat leidde tot jicht, artrose... veel dat leidde tot. Ja, dus zomaar zeggen ik ga gezond leven, dat schijnt dus niet ook meteen op te leveren wat je ervan hoopt. Dus denk ik moet me er eens wat meer in gaan verdiepen hoe dat zit. En toen ben ik deze Blue Zones aangelopen en heb me daar meer in verdiept. Gelukkig in Amerika hebben ze daar veel onderzoek naar gedaan, dus daar kon ik veel uit putten. En dat geldt voor Blue Zones, dat geldt ook voor Blue Ocean Strategy en het geldt ook voor Blue Economy. Dat zijn allemaal blauwe verhalen waarvan ik zeg, die vind ik zelf interessant en dan wil ik ook kijken of ik bedrijven, organisaties kan helpen om vanuit die filosofie ook te groeien. En daarom heet mijn bedrijf Blueways, want het zijn dan de blauwe paden die je af kan wandelen om hier wat mee te doen. Bestaan ze in Nederland? Nee. Blue organizations? Aan de ene kant kan je zeggen, Coolblue is een bedrijf wat daarmee geassocieerd wordt. Een jong bedrijf wat daar... Kijk, aan de andere kant is het voor mij ook een soort metafoor. Het is de droom die je moet hebben. En het gaat niet zozeer om die droom en hoe die er precies uitziet. Maar wel dat je energie krijgt om onderweg te gaan. Ja. En uiteindelijk is het iets wat je nooit bereikt, maar waar je wel steeds energie... Ik vind het wel grappig dat je Coolblue noemt. Hè. Dat is, mijn ervaring is dat het gewoon een vreselijk goed bedrijf. Hè. Als je opbelt, dan krijg je ook echt een oplossing. Die mensen aan het callcenter, die mogen ook iets. Ja. Hè, dus ze krijgen ook voldoening uit hun werk in plaats van, jullie zijn een andere afdeling. Heb jij daaraan bijgedragen? Nee. Oké. Nee, dat hebben ze helemaal zelf gedaan, zeg maar. Maar dat is wel waar ik naar kijk, van hoe ze dat doen. Wat voor een
Wat voor manier van aansturen, wat voor manier van omgaan. Hè? En zij hebben een belangrijk deel ook callcenter. Nou, is het traditioneel het callcenter van je moet zoveel calls hebben en het mag zo lang duren. Ja. Nou, dat zijn dingen waarvan zij zeggen, ja, nee, het gaat om die klant, dat doen we anders. Ja. Nou, dan denk ik, dat is heel logisch. Maar ik denk dat er in Nederland misschien nog 3 of 4 zijn die het op die manier doen. En voor de rest is het allemaal tijd. En dan denk ik, ja, het is ja. een raar gegeven. We weten allemaal, dat, nou, een brugje naar Blue West. We weten ook allemaal wat nodig is om gezond te zijn en, mm-hmm. en te bewegen. Ja, maar weten niet genoeg natuurlijk. Je precies, moet het ook ja. doen. En dat is een van de dingen die ik vanmiddag hier ga vertellen. Is mm-hmm. dat weten, learning to know, essentieel. Je moet dingen weten. Ja. Maar alleen weten is niet genoeg. En het raar is dat zelfs learning to do, dus dingen doen, dat ook dat niet genoeg is. Oké, okay, maar hoe moeilijk is learning to do voor mensen? Nou, ja. Op zich je moet levensstijlen veranderen, je moet je voeding misschien veranderen, je moet je aansturing van je personeel veranderen, niet meer. Hè. Nou, dat blijkt dat wij als mensen, even heel flauw, er zijn wel 2 soorten mensen. Eén die heel erg makkelijk dat vermogen heeft om het aan te passen. Ja. In principe hebben we dat allemaal, maar als we iets hebben... gaan we daar op een of andere manier naar terug. Dus dat is een hele lastige. Hè, het simpele voorbeeld is, iedereen is wel eens een keer met een dieet begonnen. Nou, als je kijkt naar de onderzoeken, is na een half jaar is daar 75% van mee gestopt. En na 2 jaar is minder dan 3% nog op die manier met zijn voeding bezig. Ja. Dus het is schijnbaar heel moeilijk om dat te doen. Oké, okay. Dus learning to know is stap 1, learning to do stap 2, maar dan ben je er dus nog niet. Nee. Wat is het geheim? Nou ja, het geheim is dat je, de volgende stap is learning to live together of work together. Mm-hmm. Dat is dus wat die Blue Zones vertellen, dat die sociale context belangrijk is. Ja. Dus hoe ga je leren samen te werken en samen te leven. Stap 4 is learning to be. Hè. Dat klinkt een beetje, maar je moet wel weten wie je zelf bent. Ja. Waar je sterke punten liggen, waar je minder goede punten liggen. Dat geldt ook voor die organisatie. Ja. En de 5e stap, dat is een wat andere stap. Kijk, deze eerste stappen gaan allemaal over kennis en ervaring uit het verleden. Ja. We weten dingen, we doen dingen. Maar dat maakt ook dat je dat alleen maar kan doen en dat herhalen en overdragen. En dat levert op een wereld die je al kent. Terwijl wij onderweg zijn naar een wereld die we helemaal niet kennen. Nee. Dus de vraag is of je dan dat kan doen op basis van kennis overdragen en kennis delen alleen. Of dat ook iets anders moet zijn. Nou, dat is de 5e stap. Daar hebben ze het woord pre-sensing voor gekozen. Dat is pre-sensing? Pre-sensing. Ja. Het is een samentrekking van het woord present en sensing. Dus het is een samentrekking van het heden en voelen. Mm-hmm. Dus he, allemaal, ook he, veel mensen die naar een festival als dit gaan, zijn mensen die allemaal wel een ambitie hebben. Ja. En op een of andere manier moet je proberen hoe via jou die toekomst zich kan ontvouwen. Okay. En als je dat dan met elkaar doet, dan heb je de kans groot dat je iets bouwt wat anders is dan dat je al kent. Ik begrijp wel wat je zegt. Aan de ene kant klinkt dat toch een beetje heel zweverig en vaag, maar ik begrijp het wel. Maar kan je een voorbeeld geven van wat presensing is? Nou, als ik even een voorbeeld wat ze in Amerika doen, dat begint met hele simpele dingen. Hè. Uiteindelijk proberen ze daar in je dagelijks leven gewoon wat dingetjes te veranderen. Daar zijn ze met obesitas, met de programma's begonnen van voeding en bewegen. Mm-hmm. Nu zijn de programma's, gebruik niet je afstandsbediening voor je tv, maar loop er maar weer eens heen. En dan blijkt dat heel veel tv's dat niet meer kan. Dus leg dan maar je afstandsbediening naast je tv. Dan kan je nog... Ik heb 1 knopje. Ja. Dus een van de dingen is door niet meer traditioneel maar dingetjes anders te gaan doen. Nou, en dat presensing zit veel meer. Dat we allemaal wel die droom hebben en merken dat het anders moet. Mm-hmm. Maar omdat we nog niet de oplossing hebben voor het nieuwe, doen we het oude weer. Nou, en om die verbinding te zoeken, en daarom is dit festival zo mooi, hè? Verwondering en verbinding, ja. Dat is eigenlijk precies wat je probeert met dat presensing. En dat is iets wat je moet leren. En wat je moet leren is eigenlijk afleren. Wat wij doen is wij downloaden de kennis die we al hadden. En die proberen we weer toe te passen. If you do what you always did, you get what you always got. Ja. Ja. En wij zeggen natuurlijk allemaal, ja, dat geldt niet voor ons. Nee. Nou, ik heb ook vandaag een paar oefeningetjes om te kijken of dat dan inderdaad ook zo werkt. Om dat afleren, hè, dat is eigenlijk wat harder nodig is dan aanleren. Ja. En nou, als je dat, en dat noemen ze ook hè, de Uborg-constructie, je kan niet zeggen dit is mijn ambitie, daar ga ik recht op af. Mm-hmm. Nee, je moet eerst even op wat onderzoek uit om dingen af te leren. Dat pad heb je zelf ook gelopen? Nou, dat pad of loop niet? Je iedere dag opnieuw. Ja. Want je kan moeilijk zeggen, nou, dat pad, ik heb het al gedaan. Ja. Dus, nou, wat mij betreft gaat het nu prima. En dat is dat presensing, dat moet je iedere dag opnieuw mee aan de gang gaan. Oké. Okay. Hoe ziet dat er vandaag uit voor jou dan, dat presensing? Nou, voor mijzelf ziet het er... Dat is een concrete vraag.
Ja, nee, dat is... Dat, kijk, als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die... Dat is mijn verhaal. Ik heb heel erg zitten kijken, zitten onderzoeken om dingen te leren. Terwijl ik ben vergeten om de verbinding met mensen aan te gaan. Mm-hmm. Dus ik kan heel goed observeren vanuit mijn stoel thuis, die dan doorzitplekken krijgt. Van, nou, ik weet het allemaal. Ik heb het allemaal uitgezocht. En nou, dit is het. Nou, vervolgens is er niets veranderd aan mij en aan de wereld. Want ik heb het gelezen. En nu ga ik onderweg, en dat ga ik vandaag dus ook doen, mensen aanspreken, het gesprek aangaan. En dat is ook wat ik probeer vanmiddag te vertellen en ook in interactie, om uit te vinden hoe iedereen daarin zit. Ja. Dus voor mij maakt dat weten en is niet genoeg doen onderdeel van iets worden. Oké. Stel, ik run een organisatie van 100, 500 man, maakt niet uit, en jij komt binnen. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat? Ja, dat heeft heel veel gezichten. Maar een van de belangrijkste dingen, omdat het zo lastig is om te veranderen, stel ik vaak voor om een kloon van je organisatie te maken. Waarvan je zegt, dat is al het ideale bedrijf. En we gaan één middag in de week, één middag in de maand, gaan wij al werken alsof het 2020 is. Alsof we allemaal gezond zijn, alsof we allemaal... En dan schijnt het makkelijker te zijn om daarin te experimenteren. Dus meer projecteren van, hè, dit is ons toekomstbeeld. Ja, dus niet die lange rapporten schrijven of cultuurtrajecten bedenken. Nee, ga gewoon één middag in de week, neem je werk mee, neem je collega's mee. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar wil je staan over 10 jaar, 20 jaar? Wat wil je bereikt hebben, gedaan hebben? Ik ben toch wel het type dat ik ben. Ik kies ervoor om iedere dag een mooie dag te hebben. Dus ik kijk eigenlijk niet verder dan vandaag en morgen. Dus 10 jaar, geen idee. Nee, geen idee. Oké. Okay. Presencing, dat is wel heel erg in het nu dan. Leuk. Ja. Leuk. We zijn aan het eind. Heb je nog een boodschap voor de kijkers? Voor de mensen die straks in je workshop zitten? Ja, nou, de enige boodschap, en dat is een beetje flauw misschien, maar het is toch dat mooie motto, verwondering en verbinden. Doe dat gewoon iedere keer. Okay. En brengt je veel leuke dingen. Ik vind het een mooie afsluiten, dankjewel. Oké, ook bedankt. Dit was een aflevering van de eerste talkshow vanuit MNL 13, het Zakenfestival Midden-Nederland. Samenstelling, redactie en presentatie Edo van Zanten. Technische realisatie, opname en streaming video Brian Krachtwijk van Powerfield Media. En dit alles ondersteunt regie en organisatie Evelien Ouwehand van het organisatiekantoor. Bedankt voor het kijken, see you.